We kijken naar de betalingsbalans en de betalingsbalans is een overzicht van alle transacties of alle betalingen en ontvangsten van alle betalingen en ontvangsten. Met het buitenland. Het gaat dus om alle betalingen en ontvangsten die over de grens gaan. Het moet over de landsgrens gaan, anders komt het niet op de betalingsbalans. Nou, de betalingsbalans bestaat uit 2 of 3 onderdelen. Hangt er een beetje van af hoe je het bekijkt. Ik zal uitgaan van de 3 onderdelen. Het eerste onderdeel is de goederenrekening. Goederenrekening. En daar komen dus alle transacties op die de grens overgaan. Maar dan gaat het wel om producten. Dus import en export van goederen. Van en naar het buitenland. Dus alle goederen die verhandeld worden met het buitenland. En je kunt het ook bekijken met diensten. Je hebt ook de dienstenrekening. En dan gaat het weer over de import en export van diensten. Bijvoorbeeld iemand die in Duitsland naar de kapper gaat. Iemand die in Duitsland naar de kapper gaat. Maar je zou ook kunnen denken dat je bijvoorbeeld op vakantie in Spanje, dat is ook een dienst. Vakantie in Spanje. Of iemand die vanuit Denemarken naar Nederland op vakantie gaat of wat dan ook. En je hebt ook de inkomensrekening. En dat is bijvoorbeeld geld verdienen in het buitenland. Als je in het buitenland werkt of iemand die uit het buitenland hier in Nederland komt om te werken, die transactie komt plaats op de inkomensrekening. Dus geld verdienen in het buitenland. Dat komt op de inkomensrekening. Nou, wat je ook moet weten is bijvoorbeeld een tekort of een overschot. Bij een overschot zijn de inkomsten, het inkomen uit het buitenland is groter dan de uitgaven aan het buitenland. En bij een tekort is het precies andersom. Daar zijn de uitgaven groter dan de inkomsten. En dan spreek je dus van een tekort. Nou, korte herhaling. De betalingsbalans is een overzicht van alle betalingen en ontvangsten van het buitenland. Het is dus heel belangrijk dat ze over de grens gaan. Er zijn 3 onderdelen. De goederenrekening, dat gaat het om producten die de grens overgaan en natuurlijk ook betaald worden. Dus
geïmporteerde spullen of spullen die wij importeren naar het buitenland. Je hebt ook de dienstenrekening. Nou, het is hetzelfde verhaal, maar dan moet het om diensten gaan. Bijvoorbeeld naar de kapper in een ander land of op vakantie. Of mensen uit een ander land die hier op vakantie komen. En ook de inkomensrekening. Als je dus geld verdient met werk in het buitenland, dan komt dat op de inkomensrekening. Maar ook de mensen uit andere landen die in Nederland werken, die transactie vindt plaats op de inkomensrekening. En tot slot, wanneer er sprake is van een overschot, dan is het inkomen groter dan de uitgaven. En bij een tekort zijn de uitgaven groter dan het inkomen. En dat is alles over de betalingsbalans.